Wethouder Songül Mütler overhandelde vanochtend het eerste cadeaupakket in het kader van eenzaamheid in de stad door corona. We staan hier bij het buurthuis De Kleurrijk, waar het sociaal wijkteam samen met de vrijwilligers de tassenactie heeft georganiseerd. Ten behoeve van de mensen die hier in de wijken in de buurt wonen. Zoals u weet, door corona hebben we ook met name gemerkt dat mensen in een kwetsbare positie zich geïsoleerd voelden, eenzaam voelden. En met deze actie probeert men toch in contact te blijven met de mensen. Hen te laten weten dat het wijkteam hier iets voor ze kan betekenen. En ik ben ontzettend trots op het feit dat de vrijwilligers deze actie een jaar terug hebben ingezet. En dat we nu de resultaten hiervan zien. En de mensen waren erg blij om de tassen in ontvangst te nemen. Ik ga doorkrijgen. Echt blij. En we willen alles voor ons bedanken. Dank je wel allemaal. De initiatiefneemsters Wendy en Els Mieke geven aan om welke reden deze actie weer een jaar is verlengd. Het is zeer nodig. Er zijn heel veel eenzame mensen om ons heen. Veel mantelzorgers die de zorg op zich krijgen en daardoor zware tijden hebben. En die proberen wij te verlichten en contact mee te krijgen door deze tasjes. En dat blijkt erg nodig te zijn. Want hoe komen jullie aan die adressen? Die worden verzameld door het social wijkteam vanuit een caseload. En daar wordt dan een keuze in gemaakt wie dan een tasje krijgt. Weet jij wat erin zit? Van alles en nog wat. Wij maken een boekje elke keer met leuke puzzeltjes en verhalen over de Zaanstreek. En daarnaast zit er altijd of wat lekkers in of wat leuks wat ze kunnen maken. Nu dit keer zitten er cadeaus in. Het is elke keer wat anders. Die tasjes moeten wel gemaakt worden. Ja, dat zijn ook vrijwilligers hè, die dat doen. Klopt. We hebben inmiddels een team van 24 mensen. Er gaan nu ook 24 mensen bezorgen. En daarnaast hebben we heel veel vrijwilligers die het tasje willen maken. Ja, die ons daarbij helpen. En ze vinden het leuk. Komen ook de deur uit. Ze werden ook eenzaam door de corona. Dus iedereen wil graag helpen. Ja, dus het moet ook bezorgd worden inderdaad. Zijn die mensen dan, die zijn waarschijnlijk erg blij? Ze zijn hartstikke blij. We krijgen heel veel positieve reacties. Dat ze gezien worden. Dat we aan ze denken. Dat wij de moeite nemen als vrijwilliger voor hun. Wat nog meer? Heb jij nog meer? Wanneer zou dat eigenlijk ten einde zijn? Maar ik denk niet dat dat bij het einde van corona is. Nee, dat was wel het plan. Het was eerst het plan om tot eind vorig jaar te gaan. Nu hebben we dat met een jaar verlengd. Dus tot einde van 2021. En daarna gaan we kijken waar de behoefte ligt. Ja. Nee, ja. Ja, en uiteindelijk de intentie om de mensen toch uit hun huizen te krijgen. Zodat ze het tasje misschien gaan ophalen. En dat ze een kop koffie kunnen drinken. Dat ze weer naar het buurthuis gaan. Dat is eigenlijk de doelstelling. Ja. Dus als het weer mag, dan moet eigenlijk contact gelegd kunnen worden. En dat het sociaal ook verbetert. Zeker, ja. Dat ze echt een stuk minder eenzaam worden. Dat ze elkaar misschien ook leren kennen. En daardoor weer wat lichtpuntjes hebben en ook daar kunnen cursussen bij komen en dergelijke, zodat ze iets beter, iets makkelijker misschien digitaal vaardig worden. Ja. Het aantal groeit, hè? Want jullie zijn met een aantal begonnen. Ja, we zijn met 200 tasjes begonnen, 200 huishoudens en nu zijn het er 370. En ons plan is om het nog veel groter te laten worden. Om uiteindelijk zoveel mogelijk in Zaanstad te kunnen bereiken. Ja. Ja. En het is nog niet voorbij. Want het zal waarschijnlijk ook nog na corona blijven. We hadden eerst dan de intentie om het een jaar te doen. Dus tot eind vorig jaar. Toen hebben we besloten om nog een jaar door te gaan. Dus tot eind dit jaar de tasje te doen, maar één keer in de maand. En ja, daarna moeten we kijken hoe ver we het verder kunnen door laten groeien. Maar de eenzaamheid zal blijven.